Een hele goede avond, dames en heren. Het is weer een oude plek waar we zitten. Jabeke, klein strand. Ik laat hier een beetje het kampement zien. En je ziet de Lubas, de Vectra. Dat betekent geen Toyota. Het tuintje is er niet bij, maar... Hey. Kijk eens. Ons pap is erbij. Niet zo dichtbij. Een goedenavond, hij krijgt een beetje vrees. Ja, ja. Maar als ik het beetje samenvat, pa, wij zijn hier vandaag aangekomen. Wij waren hier 6:15, pa, zoiets. Ja, zoiets, ja. Toen zijn wij hier aangekomen vanuit Eindhoven. En toen kwamen wij hier dus aan, het was het lekker onbewolkt. Onderweg hebben we een paar waterspatters gehad, paar, maar dat mag geen naam hebben. Nee, dat had geen naam. Ja, het eerste wat we deden was hier een rondje lopen. En tot onze grote schrik zit daar ook een visser. Daar is hier 20 meter verderop. Maar ja, wij wouden echt bij de schans gaan zitten, paar. Ja, ja. Ja, maar bij de schans werd altijd niet goed gevangen. Dus we gaan daar voor eens een keer lekker bij de schans zitten. Ja, ja. Wel met hem weer in het hartje, hè? Ja, ja. Met onze oude, ons normale plekje is er achter natuurlijk. Ja, ja, ik heb eigenlijk toch wel weer nog een beetje heimwee naar die plek, daar bij die bootjes zo. Ja. En toen heb je nog even met onze buurman liggen praten. Ja, ja, wat moet ik daarvan zeggen? Er kwam eigenlijk niet veel woorden uit. Van vier, ja, hij was niet zo spraakzaam, maar ik heb hem wel tot zeldzaam uitgeroepen. Want ja, wij waren hier 6:15 ongeveer. En ja, 7:45 kwam hij zijn tentje uitgerold met een dikke sigaar in zijn mond. Ja. Nou, daar wil ik toch niet aan denken. Zo vroeg jij wel, pa. Nee, volgens mij slaapt hij met een sigaar in zijn mond of zo. Ja. Maar goed, ieder zijn eigen meug natuurlijk. Ja, ja. Ik moet natuurlijk niet altijd praten, zoals hoort hij me. Want ja, het is 6 centimeter. Dus als straks iemand komt en die gooit iets naar mijn kop toe, dan is hij in de wiek geschoten. Maar fijn, we waren hier net en ja... Pa, die zit nooit op een praatje verlegen, want hij werd gelijk aangevallen door een stel oude Belgen. Met allemaal praatjes, hè? Ja, ja. Maar ja, we moeten ook zeggen, de eerste Belg die kan praten, die gaf ons nog een paar goede tips. Maar zo is de weekdag daar de kans. En daar leggen een paar boetjes omheen. En die man die zegt tegen ons, daar leggen kabels. Dus je moet niet te dicht bij dat ding komen, want dan gaat die vis onder de kabels door. En dan hoor je alleen maar pieuw en dan is je draadje kapot. Ja, daar word je niet blij van. Nee, daar word je dus niet blij van. Maar kende jij hem nog, wie die tips gaf? Nou, van gezicht, maar van naam niet natuurlijk, man. Want die is, voor Teun herkenningspunt, dat was die man die het over die tinken had, over de zilte. Oh. En over de brazers wie die ging inpekelen in vroegere tijden. Ja. Ja, en hij werkte bij een betoncentrale, dan moest hij beton rijden van België naar Eindhoven en zo. Allemaal. Had hij allemaal meegemaakt. Dus... Ja, ook qua zijn leeftijd zal hij wel veel meegemaakt hebben. Ja, ik heb zijn hele levensbeschouwing gehoord van wat zijn werk betrof, maar ja. Ja, ik deed alsof ik vlijtig bezig was met mijn werphengels en alles. Dus ik heb er weinig van meegekregen en ook al leek erbij staan, ik verstond er geen malle moer van. Maar goed, qua vangst ja, hebben we hier nog niks. Alleen een paar piepjes of niet, pa? Ja, ja, we hebben met Boudewijn zijn hengel, toen heb ik toch. Boudewijn was even naar hem kijken en die gaf toch een flinke piep. Ik dacht, verroest, ik zal hem dadelijk nog uit moeten gaan trekken. Maar helaas, hij stopte ermee. Maar ja, het geeft toch goede hoop voor vanavond. Jazeker, want we zien ze. Ze zijn overal aan het ouwe hoeren. Ja, ze zijn druk bezig. Dus ja. De laatste keer dat we geweest waren hier een paar jaar geleden, dachten we komen hier nooit meer terug. Hadden we een week gezeten en ook totaal geen leven in het water gezien. We dachten dus er zit helemaal niks meer. Maar nu is het toch weer volop leven in het water. Ja, we zien springen, kleintjes en ze zijn nog groter met de kop boven. Ja, ja. Maar je hebt een stuk of 20 vriendjes bij. Een stuk of 20 vriendjes? Die roep je altijd met jouw werkpijp. Witte vriendjes. Oh, witte vriendjes die meeuwen. Ik hoor een piep daar. Ja. Het is leuk als je hier de bolles op je plekje wil schieten. En ja, dan moet je dus geen rooiers hebben zoals ik heb.
Maar bouwen heb van die mooie donkere, dus dan joep ik de dammen een stelletje van. Dan kan ik die gooien, want die zien ze lekker niet. Maar die rode, die duiken ze lekker omhoog. Jazeker. Dus dan voer ik de meeuwen, maar niet meer vissen. En aangezien we toch weer om een cup gaan vandaag, deze week, ja, moet ik toch mijn best doen om ook die cup weer Ja, die cup zit er aan te komen, ja. Ja, ja. Maar je zit altijd de bakkelein een beetje met ome Teun, hè, pa, maar eigenlijk missen we hem toch wel, hè? Ja, 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 zeker, ja, zeker. Zijn eigen wijsheid en zijn spulletje en gerei en zijn... Ja, nee, Teun missen we zeker. Dat is gewoon, dat is een punt, geen punt. Die missen we echt. We hopen de volgende keer ook echt dat hij er echt weer bij kan zijn, want ja, zonder Teun is eigenlijk niet zo heel niet alles, hè. Dan missen we een derde, hè? Ja, dan missen we een heel belangrijk deel. Nou kan ik tegen niemand katten en een beetje zeggen stangen en een beetje leggen doen. Ja, dat kan je tegen mij doen, maar ik hap toch niet. Nee, daarom juist. De Teun hapt af en toe wel. De Teun en Teun hap ik ook altijd wel weer. Maar ja, dat is het leuke van zo'n week. Dat je plezier en een lol met elkaar hebben. Nou, met mij toch ook wel plezier? Ja, natuurlijk. Alleen je kan me niet zo makkelijk op de kast jagen, Steuntje. Nee, dat lukt niet. Dat lukt hem niet, hè? Maar dat lukt me van de week nog wel een keer. Ja, maar we hebben ook slecht nieuws voor Teuntje. Oh. Nou, als je het alweer verbaasd kijken, wat is er met de bom gebeurd? Ja, dit keer was het dus niet de Karpenkenhuis, maar de Karpenkoning. Die gooide dus dat ding vol met voer midden in de vijver. En toen kwam hij terug, maar toen zat er dus helaas geen bom meer aan. Nee, want er zat een knoopje in die lijn. Want ik wou mijn monden gaan bidden. Nee, zei pa, je moet die ene pakken die in de koffer ligt, want... Daar zit gevlochten lijn op, die moet je pakken. Ik zeg, oké, pa, dan doe ik dat. Ja, maar ome Teun had tegen mij gezegd dat dat molletje is speciaal voor die bom. Ja, dus nou. Ik geef die tip aan jou. Die moet je pakken, want die is steviger. En nou, die tip is uitgepakt, maar... Maar ik denk dat ome Teun er misschien stiekem een knoop in heeft gelegd. Ja, we zijn al 3-4 keer weer eens kijken, maar we hebben hem nog niet gevonden. Wie weet komt hij nog tevoorschijn. En dan gaan we nou naar een vast onderdeel, pa. Wat zal het zijn? Was de onderdeel, ja, wat zijn de verwachtingen? Ja, kijk. Ja. Ja, als ik zo het leven in het water bekijk vanavond, ik zie er dan al wel een draaien, dan verwacht ik het toch wel een paar te vangen vannacht. Maar dan ben ik misschien heel optimistisch, maar als ik er vanavond of vannacht eentje vang, dan ben ik al heel blij. De verwachtingen zijn dus hoopgevend. Ja, ze zijn wel hoopgevend, omdat ik in ieder geval toch wel een hoop beweging in het water zie. Ja, en we krijgen ook een paar piepjes. Ja. Hoe later het wordt, hoe meer er zijn. Daarom. Ja, dus dan wordt het hopelijk weer een nachtwatertje. Ja, Beke Kluisgrand. Ja. Ik hoop dat we niet hoeven te slapen vannacht, alleen maar vissen boven water te trekken, maar ja. Ja, en als je ziet op de video, het wordt donker en grauw. Ja, mensen, een uurtje geleden was ons pa even naar het dorp toe. Ik lag even in mijn tent, het was gewoon zijkezeet, het zweet stond me op de rug. En nou is het opeens donker, maar het zit in de horizon wordt het al belicht, dus het zal niet veel zijn. Maar ja, dat betekent toch wel dat we nog een buitje kunnen krijgen, pa. Ja, maar ik had daar toch wel een paar donderkloppen gesignaleerd, dus misschien dat we nog een buitje krijgen, maar ik denk het haast van niet. Ja, het weer mogen we echt niet over klagen, dat is echt mooi. Nee, we hebben hartstikke mooi weer. Als we dit verder volhouden met dit weer, dan zitten we gebakken. Dan zitten we helemaal gebakken. Dat bedoel ik. We hebben vanavond heerlijk gegeten. Boudewijn heeft ons Teun vervangen vandaag met eten. Nou, ik moet zeggen, hij kan er wel van. Ja, niks te klagen. 3 gangen menu, hè? Dat bedoel ik. Het was heerlijk. En normaal houdt ons pap niet van chocolademousse. Nee. Maar deze Danoontje mousse met slagroomworp, die was goed te eten, of niet, pa? Ja, die was lekker. Die is goed binnen te houden. Ja, die is lekker binnen te houden. Maar goed, pa, dan gaan wij ons klaarmaken voor de avond en voor de scrobbelair. Ja, dat die, hoort erbij. Die gaat niet ontbreken, wel? Nee. Dus ja, dan rest nog één ding, jouw rechterhand. Houdoes! Houdoes.